En hoe heet ze? Anna Maria Gertruida Schmid. Mijn dochter schrijft gedichten, terwijl haar vrienden nog niet eens kunnen lezen. Er was eens een hond, die zat op zijn kont. Er was eens een kat, die zat op zijn gat. Onze Annie wordt een hele grote. Fräulein Schmid, ik wil dat u na de les even blijft. Maar wat wil je dan? Ik wilde een man, een kind en een kat. Ik wilde gewoon gelukkig zijn, net als elk meisje. En u bent? Dick van Duin, hallo. Ik weet nog wat je aan had. Die paarse blouse. Jip en Janneke zijn dood, dood, dood. Mevrouw Schmid. Ik weet het niet meer. Ik hoor er niet meer bij. Ik mis je en ik wil dat je stopt met werken. Waarom heb jij mij dan altijd naar godverlaten oorden gesleept? Om je helemaal voor mezelf alleen te hebben natuurlijk. Gelukkig heb ik een lieve man die mij bij de les houdt. Annie M.G. Schmid is voor hem het synoniem voor kapsonesleien.